the mountains. Ik heb in iedere paal nog een totem gemaakt, hè. Het is een Axis Mundus project, dus er staan op meerdere plekken in Europa staan deze palen. En in iedere paal komt ook telkens een medicijn. Ja, een ruige project in ieder geval. Ja. Het is een van de vier totempalen tot nu toe gemaakt die het centrum van de wereld symbolisch in beeld brengt. Een axis mundi, zoals je, de as van de wereld. Dus eigenlijk de imaginaire as waar de wereld omheen draait. Die zit origineel vanaf de Poolster door de Noord- en Zuidpool heen op elke globe zichtbaar. En die wordt ook in het firmament door natuurvolkeren en zo als een soort van imaginaire as gezien. En die maken dan ook blijkbaar, in ieder geval in Mongolië, en als je Mircea de Eliade mag geloven, ook in Afrika, bestaat dan de traditie om het centrum van de wereld zelfs mee te nemen op het moment dat je gaat verhuizen. Eigenlijk is het centrum van de wereld dus de plek waar je bent. Ja. En ja, dat wordt op deze manier in beeld gebracht. Sarah. Ja, dit is waanzinnig, joh. Kijk, de hele tijd komt een bus, die komt helemaal. Hier komt die mooi straks, zie je, jongens? Ja. Would you baby stay? Tumble or fall when the mountains would crumble into the sea. I won't be afraid. No, I won't shed no tears, not as long as you stand by me. Barbara, ik heb hier een plekje in Ruigoort. Ik ben in 1991 hier komen wonen. Ik kwam hier al heel lang daarvoor. Het is sinds 1973 gekraakt. En vanaf mijn 14e kom ik hier al naar de festivals toe en alles. En, ja, het is een hele bijzondere plek. Het is vlakbij Amsterdam. Ja, waarom Ruigoort zo uniek is, dat is omdat het een plek is waar we met een groep vrienden neergestreken zijn 40 jaar geleden. En waar we eigenlijk heel lang onze eigen gang hebben kunnen gaan, omdat het eigenlijk afgeschreven was voor het havenbedrijf en het moest verdwijnen. Maar er stond die prachtige kerk en die zijn we toen gaan gebruiken als eerst om een tentoonstelling en een concert en een feesten. En langzamerhand is daar toch een soort idee te ontstaan dat we jaarlijks een festival organiseerden, want we hadden heel veel natuur om ons heen. En door het bijzondere daarvan hebben we heel veel mensen internationaal aangetrokken en zijn we hier jaarlijks een festival begonnen. Thank you.
paar jaar zo'n golf had, maar elk jaar werd het groter. We noemden dat ook vliegenfeesten. En ja, tot onze verbazing was het binnen een paar jaar uitgegroeid tot echt tot een festival, zou je kunnen zeggen. Helemaal in de vrije geest, dus heel anders dan tegenwoordig de festivals zijn. Het was gewoon, iedereen was welkom, het was geen entree, we hadden ook geen faciliteiten, we maakten geen programma, iedereen nam zijn eigen drankje, voedsel, whatever mee en maakte gezamenlijk eten of iedereen voor zich, maar werd helemaal gedeeld. En later zijn we dat dus beter gaan organiseren met catering erbij en een podiumpje, eerst een klein podiumpje, dat wordt steeds groter. En, nou ja, het is uiteindelijk uitgemond in wat dit nu is. En ja, als dorp hebben we dus een soort, ja, een heel soort dorp. Een vrij dorp waar we zelf mogen beslissen wat er mogelijk is. En omdat we natuurlijk allemaal kunstenaars uit Amsterdam zijn en omstreken. En tegenwoordig ook overal vandaan. Ja, is het een bijzondere gemeenschap geworden.
Nou ja, toen eind 90er jaren, toen begon de haven toch op te rukken. En serieus begon ze eindelijk de toestemming te krijgen om het hier allemaal op te doeken en haven te maken. En kregen als bestemming industrieterrein. En toen heeft Rudolf, een beetje de vader van het dorp en het ballongezelschap en zo, die heeft een plan bedacht om een bevriende architect in de arm te nemen en om hem een plan te laten ontwerpen waarin en de haven kon bestaan en Ruigoort. Nee, ik had zoiets, dat is een leuk idee, maar hij is gek, dat gaat nooit lukken. Maar het grappige was dat die architect die hij kende, een beroemde architect, die was toevallig ook door het havenbedrijf ingehuurd om hier een plan te maken. Nou, en hij heeft dus een plan gemaakt waarin we allebei naast elkaar konden bestaan. Vanwege die bijzondere situatie wordt hier eigenlijk al door gewerkt aan een soort van, iedereen heeft natuurlijk ook zijn persoonlijke werk. Sommige mensen schilderen, de anderen zijn fotografen, schrijvers, alles zit hier. En de dingen die we gezamenlijk doen, dat is omdat we de kerk hebben en daar programma's in kunnen maken. En dat we zomerfestivals hebben, want dit festival is eigenlijk niet ons enige festival, want we hebben in het begin van met Pinkster hebben we de opening van het seizoen met Vuurige Tongen. Dat is dan een literair festival. We hebben een reggae festival, we hebben een solstice viering. En dan hebben we natuurlijk als klap op de vloer altijd het Landjuweel. Dat is het oudste festival we doen. Dat heb je ook gezien, dat loopt dan ook helemaal vol. Zelf ben ik ook erdoor gestimuleerd. Dat, in de luchtbus, de oude bus van het ballongezelschap, hangt er ook een tegeltje van: tegenwind doet de vlieger stijgen. En ik vind dat een heel mooi motto, want inderdaad, toen het ons tegen zat en we hier weg moesten, huizen zijn gesloopt en dit en dat, ben ik toch persoonlijk bijvoorbeeld ook heel erg gestimuleerd. Omdat ik was gewoon een moeder met kinderen en ik werkte. En verder deed ik wel wat leuke dingen. Maar muziek bijvoorbeeld, wat ik daarvoor heel veel maakte, deed ik bijna niks meer aan. En ik kon een plan indienen om mijn huis te houden. Dus dan moet ik dus iets cultureels verzinnen waar ik mijn huis voor wil gaan gebruiken. Want ik ben geen schilder, ik heb geen exposities. Dan moet ik maar weer muziek gaan maken. Dus ik heb wat vrienden opgebeld die ook muziek maken. Dus kom jongens, laten we lekker gaan jammen. En zo zijn we begonnen. En dat was zo leuk. Dat we iets hadden, we gaan een band beginnen. Toen zijn we een band begonnen, de Ruigoort Rebels. Always alone, alone and blue. The day you left, you broke my heart. I need you so, but we're so far apart. You didn't care. I should have known that you would go and leave.
Vaak met andere kraakpanden of zoiets, dat wij echt een gemeenschap zijn die met elkaar graag dingen ondernemen. Tenminste, zo is het gegroeid. En het is eigenlijk een soort familie. En ja, er zitten allerlei talenten. Al die talenten samen maken dat we zo'n feest als dit, wat je nu het afgelopen weekend hebt meegemaakt, kunnen maken. Maar het is spontaan eigenlijk organisch gegroeid. En we hebben feesten altijd. Die festival is altijd zonder enige winst oogmerk gedaan. Voor ons was het er altijd, als we maar uit de kosten komen, dan is het goed. En dat vind ik dus het mooie van Ruigoord. Hoe je hier gestimuleerd wordt om je creativiteit te vinden en je ding te doen. En dat die ruimte en die plek er ook is. Er zijn overal open podia en we organiseren shows met elkaar waar iedereen aan mee kan doen. Of je nou een ster bent en bekend bent of dat je voor het eerst op een podium staat. Je kunt gewoon meedoen. En ja, je kan ook als je helemaal niet op het podium wil staan, helpen met decor te bouwen of wat dan ook. Can you feel the melting pot? Listen now.
zoals het festival nu is. Het is met de nieuwe wetgevingen en de beperkingen en de, wat voor vergunningen die we moeten aanvragen, moeten we helaas ook entree vragen, want de vergunningen zijn duur. Je moet tegenwoordig security, al dat soort dingen hebben. En, maar ondanks dat komen we altijd net, het is natuurlijk ook een gok, want je moet namelijk veel investeringen doen. En, maar ja, je ziet dit jaar, vorig jaar was het heel slecht weer, dit keer was het eigenlijk tamelijk goed. Maar wat het weer ook is, het mag de pret niet drukken, het is altijd leuk. En, het publiek komt sowieso, we hebben natuurlijk helemaal een eigen publiek. Het is niet zo groot als de andere festivals. We hebben zo misschien 3000 man die komt opdagen en veel meer kunnen we ook niet hebben hier in het dorp. Zo'n bijzondere plek en vaak knijp ik in mijn arm en denk ik, hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen? Het is zo uniek, zo vlak bij Amsterdam en een stukje natuur en het dorp zelf is gebleven zoals het 100 jaar geleden nog was. En, ja, hier omheen is een gigantische industrie ontstaan en heb je die denkers gezien. Maar ja, 10 jaar geleden was dat nog allemaal niet, was het gewoon opgespoten land. Dus 40 jaar geleden opgespoten. En dat was helemaal verwilderd, dat was een soort wilde natuur. Kilometers, hè. We konden hier lopen, je kon verdwalen bijna. Het dorp lag midden in een soort no man's land, wat wel heel bijzonder was in dit gebied. Want ja, alles is geëxploiteerd hier, of het is landbouw, of het is recreatie. Maar hier was gewoon wild. Ze hadden het wel opgespoten met zand, maar daarna niks meer gedaan. Dus er waren vennetjes ontstaan en bomen waren gaan groeien. Het was echt heel bijzonder. Oh jee, ik ken een boek schrijven over Ruigel. Ik heb alles meegemaakt. Het eerste landgewel, het kraken, het bos. Schij uit alsjeblieft. Ja. Maar vroeger was het een heel groot veld, hè? Ja, nee, daar zat het hierachter. En hoe heet het? Omdat de gemeente Amsterdam op een gegeven moment heeft verklaard, dit is nu Amsterdams grondgebied. Toen is die haven daar gekomen en hetgene wat allemaal bos is, dus is weggeslagen vandaar dat je die kolenhaven ziet. Maar de dijk om Ruigel heen, dat is het bestaan. Nog steeds. En de kunstenaars die dat hier hebben gekraakt,
40 jaar geleden. Die hebben connecties waar je dus op een gegeven moment de waarde hebt, zodat je nog steeds hier kan terugkomen op een plek wat kleiner is. Want ik heb de weg meegemaakt helemaal naar die boerderij daar ook. Heb ik meegemaakt, ja. Waar de golfbaan was. En als ik dan zondagsmorgens kwam, dan kwam ik via Zwanenburg de spoorboom over. Door het Spaanwoude Bos. En dan had je daar de sloot en dan lagen er weer twee op zich op. Ja, het klinkt allemaal heel mooi en het is ook niet altijd alleen maar mooi. Ik bedoel, als je soms op een dorpsvergadering zit en iedereen met elkaar zit te kissenbissen om de totale onzin en... Ja, dan is het ook weer gewoon vreselijk. Dan denk je, wat doe ik hier? Het is ook niet allemaal mooi, maar het blijft toch een fantastische plek. Thank you.
zo zijn we het eigenlijk het hele jaar bezig om... Ja, het is echt een, wat je noemt, de culturele vrijhaven. Oh,
Je kan hier zijn wie je bent. En zo met zo'n land je wilde zie je ontzettend veel, ontzettende mooie mensen. En doordat je allemaal creatief bezig bent, versterk je dat in elkaar en er komt een energie. En ja, dat is gewoon heel erg mooi. We hebben ook een bus, we hebben ook veel gereisd. Die bus hebben we dus ook al bijna net zo lang dat we in Ruigewaard zijn. Is de oude Magic Bus die in Amsterdam reed, is ons toen geschonken. En daar hebben we dus heel veel reizen mee gemaakt. We hebben eerst, het was nog 70e jaren, dus eerst naar Marokko. Maar we zijn daarna overland naar India gegaan en terug met de bus. En we zijn naar Rusland geweest. In de tijden van glasnost, uitwisseling, met culturele uitwisseling ook, met theatercaravaan zijn we toen naar Moskou geweest. En we zijn naar Mongolië gegaan, daar zijn we niet helemaal met de bus naartoe gegaan, we zijn tot Moskou met de bus gereisd, met performance ook. En toen hebben we de Trans-Siberië Express naar Ulaanbaatar in Mongolië. En op de terugweg hebben we de bus in Berlijn. In Moskou weer opgepikt en zijn we weer terug gereisd. We zijn in Portugal, Frankrijk, alle landen in Europa zijn we. Hongarije, we hebben heel veel reizen gemaakt in die jaren dat we, ik zeg niet dat we elk jaar gaan, maar om de twee jaar gaan we zeker naar een plek. I'm in the world by rain,
break my snow. I'm drunk and dirty. Don't you know that I'm still out on the road? Late last night, I see my pretty Alice in every headlight. Alice, that was her name. Dallas Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari to Hatch a Peter Tone upon. I've driven any kind of rig that's ever been made. I've driven the back roads so I wouldn't get away. And if you give me weed, white sand wine, and show me a sign, show me where you're from. Had my head stoned in, but I'm still on my feet, and I'm still in a whole lot of trouble. I've smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico. From Tucson to Gary, to Hatch a Peter Tone upon. I've driven any kind of rig that's ever been made. I've driven the back road so I wouldn't get away. Give me weed, white sand wine. I'll hand that brother. And you show me a sign. Show me a sign. I'll be willing to be moving. Zo'n bijzondere plek. En vaak knijp ik in mijn arm, denk ik, hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen? Throw your hands up in the air. Oh, wave them like you really don't care. Let me say it. Yeah. Throw your hands up in the air. Oh, wave them like you really don't care. Let me say it.
belangrijkste vind ik, we zijn een plek voor Amsterdam, voor de vrije geesten die hier kunnen komen en zich kunnen uitleven. En ja, je kan hier alles, je kan hier zijn wie je bent. Ja, dat is gewoon heel erg mooi.